Hallo, ik ben Evert de Napel en naast mij zit Juri Mulder. Hoi Evert. Ja, Evert. Leuke wedstrijd vandaag. Ik kijk ernaar uit. Belooft een spannende pot. Het nationale vrouwenelftal van Engeland speelde in 1972 haar eerste officiële interland. Jazeker, Evert. En die wedstrijd werd ook meteen gewonnen. Ze waren met 3-2 te sterk voor Schotland. Nu pauzeren we voor de volksliederen van Nederland en Engeland. Wat is het toch een bouwkundig hoogstandje deze Amsterdam Arena qua uiterlijk, maar vooral ook op het gebied van comfort en veiligheid. En het had als een van de eerste stadions een dak dat open en dicht kon. Zo ben je toch een stuk minder afhankelijk van het weer. Nederland begint met deze elf. 4-3-3, een systeem wat ons Hollanders niet vreemd is, Juri. Bij 4-3-3 is de veldbezetting ideaal om goed combinatiespel te kunnen ontplooien. Even. Dit is de basiself van het nationale vrouwenteam van Engeland. Beide ploegen kiezen voor hetzelfde systeem. 4-5-1. Ja, wat moet ik daar nog weer bedenken? Nou, dat is natuurlijk erg negatief, Evert. En dat wordt een saaie wedstrijd. We gaan in de rust wel even naar beneden en dan gaan we eens even stevig een woordje met die coaches wisselen. De scheidsrechter van vandaag is Nea Jokelainen. En de aftrap is genomen. Laten we hopen op een prachtwedstrijd met veel doelpunten. Wij zijn er klaar voor. Jackie Groenen. Mogelijk een goede kans hier. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Jackie Groenen. Super steekbal. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Karen Carney. Stephanie van der Gracht. Lieke Martens. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Dat is dé kans op een voorsprong. Bal op de lat. Een gedurfde en geslaagde tackle hoor. Daniela van der Donk. Ze heeft ondersteuning mee. Lieke Martens. Dat is een kansrijk. Vivianne Minema. Corner voor Nederland. Vooral beukt de bal weg en het gevaar is voorbij. Dominique Jansen en corner.
Sherida spitsen. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Karen Carney. De scheidsrechter laat doorspelen. Oh, dit Taylor. Oh, wat een misser. Die zien we vanavond wel terug op het internet. Ja, ik denk dat die speler dat nog wel een tijdje te horen krijgt van de fans. Desiree van Lunteren, Sherida Spitze. Wie weet levert dit een kans op. Heel mooi zuiver gespeeld. Een goede tackle en de bal is los. Jackie Groenen. Sherida Spitze. En die actie wordt beloond met balbezit. De bal gaat heen en weer. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Sherida Spitze. Daniela van der Donk. Viviane Minema. Taylor. Sherida Spitze. Alex Greenwood. Para Williams. Mogelijk een goede kans hier. Para Williams. Er zat niet meer in die aanval. Goed trap. Desiree van Lunteren. Jackie Groenen. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Ze rent op de bal af en zet haar voeten tegen. Jill Scott. Dat was een zeer matige opbouw. Ze zijn de bal alweer kwijt. Schitterend steekballetje. Wordt dit een doelpunt? Goeie ingreep van de keeper. De scheidsrechter fluit voor een hensbal nota bene. Dat verzin je toch niet, Evert. Dom en onnodig. Dit is toch echt geen misselijke doelpoging, hoor. Dit kan een kans worden. Een schot. De keeper redt. De ploeg richt zich op de corner. Daniela van der Donk. Goed van de bal gezet, maar het levert geen balbezit op. Lucy Brons. Wie weet levert dit een kans op. Jansen. Die voorzet was gewoon een cadeautje voor de verdediging. Lucy Brons. Taylor. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Maakt zich wel.
De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Ja hoor, goed geanticipeerd op die voorzet. Dat feestje gaat dus even niet door. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Jade Moore. Die paas gaat breed. Ze krijgt versterking. Daar komt de kans aan om een voorsprong te nemen. Goed verdedigd, maar die voorzet stelde ook niet veel voor. Mogelijk een goede kans hier. Oh, leuk. Kiest weer voor een aanval over de vleugel. Ligt daar dan de ruimte? Goed van de bal gezet, maar het levert geen balbezit op. Kieran Carney. En die gaat meters naast. Stephanie van der Graaf, Desiree van Lunteren, Janice van der Zanden. Wie pakt die bal op? Alex Greenwood. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Aanval in de kiem gesmoord. Daniela van der Donk. Vrij gestoken daar die bal. Vivianne Minema. Een corner. En wie gaat hem nemen? Stephanie van der Graaf. Lieke Martens. Daniela van der Donk. Oh, dit kan een kans worden. Janice van der Zanden. Doelpoging. Die bal komt niet eens in de buurt van het doel. Laten we nog eens kijken naar haar poging op doel. Sherida Spitsen. Wie weet levert dit een kans op. Lieke Martens. Schiet! De keeper redt op fenomenale wijze. Corner. En dan kan het spoken voor het doel hoor. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. De eerste helft is gespeeld, 0-0. Maar eens kijken wat de tweede helft te bieden heeft. Het zal er enorm omspannen. Deze twee ploegen ontlopen elkaar nauwelijks iets. En in de eerste helft heeft in ieder geval geen van beide ploegen een verschil kunnen maken.
Ja, dat verschil zal vooral mentaal en conditioneel gemaakt moeten worden, denk ik. De voetballende kwaliteiten zijn namelijk zo goed als gelijk. Een spelerswissel bij Engeland. U ziet het begin van de tweede helft. Williams. Aanval wordt gestopt. Vivianne Miedema. Daniela van der Donk. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Ze hebben de bal en wat gaan ze ermee doen? Maakt zich wellicht al op voor een schot. Verdediging staat ze in de weg. Mandy van den Berg. Sherida spitsen. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Haar medespeelster is ook van de partij. Die pakt die bal op. Karen Carney. En ze blijft maar gaan. En ze heeft nog steeds de bal. Alex Greenwood. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Mogelijk een goede kans hier. Lieke Martens. Een super redding hoor, voor de keeper. Ik ben nooit zo'n fan van de 0-0, maar ja, als er aan beide kanten zo goed wordt gekiept, kan ik dat best waarderen even. Engeland gaat wisselen. Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? De bal gaat heen en weer. Jill Scott. Probleemloos rondgespeeld. Genoeg spelers voor de goal. Dat moet de voorsprong zijn. De bal belandt uiteindelijk in de handschoenen van de keeper. Goed van de bal gezet, maar het levert geen balbezit op. Vivianne Miedema. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken. Goede kans om de bal naar het midden te krijgen. Vivianne Miedema. Die bal is een prooi voor de keeper. Nou, met deze reactie houdt ze haar ploeg op de been. De stand is nog steeds gelijk. We zien hier de hoekschoppen van beide ploegen. Lekker hoor, die zuivere steekpas. Loeihard, een gevaarlijke situatie. En nog een hoekschop. Sherida spitsen. Die pakt die bal op.
Oh, dit kan een kans worden. Mooi onderschept en het gevaar is weer even geweken. Dominic Jansen. Stefanie van der Graaf. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Jill Scott. Oh, ze zijn de bal kwijt. Desiree van Lunteren. Janice van der Zanden. Wie weet levert dit een kans op. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt en dus loopt deze aanval op niets uit. Jackie Groenen. Een schot. De keeper heeft hem. Dankzij een uitstekende redding van de keeper blijft het gelijk. Er staan nog 20 minuten op de klok. Mandy van den Berg. Komt dat schot? Even een overzichtje van het balbezit. Nou, dat gaat zo te zien wel gelijk op, hoor. Ja, dat klopt wel van het beeld wat wij van de wedstrijd hebben even. Loopt tegen die verdediger op. Step Newton. Nederland mag ingooien. Er wordt vervangend personeel ingebracht. Sherida Spitsen. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Ja! Viviane Minema! Gezien het spelbeeld komt deze treffer niet als een verrassing. Maar toch verloopt de wedstrijd anders dan ik had verwacht. Ja, op papier ontlopen deze ploegen elkaar niet veel. Dus je zou niet zo'n eenrichtingsverkeer verwachten. Toch is er maar één ploeg die aanspraak maakt op een zege. De score is pas na rust geopend. Para Williams. Net iets meer dan een kwartier hebben we nog te gaan. Karen Carney. Tony Duggan. En het spel gaat weer de andere kant op. Mogelijk een goede kans hier. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Daar komt de gelijkmaker, dat kan haast niet anders. Als die er was ingegaan, waren ze gelijk gekomen. De ploeg die voorstaat gaat wisselen. Met een verse kracht blijven ze denk ik makkelijker aan de leiding.
Sherida spitsen. De spanning is om te snijden, Juri. Dit kan een zeer belangrijk moment voor de thuisploeg zijn. Ja, inderdaad, Evert. Ze hebben de kans om de wedstrijd te keren. Zo doe je dat. Een dubieuze tackle, maar dat was gruwelijk mooi. Gered, maar het blijft gevaarlijk. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Trap erin hoor, de buitenspelval. Een wissel in de ploeg die voor staat. En zo willen ze uiteraard aan de leiding blijven. Vader Williams. Prima onderschepping daar. Oh, dit kan een kans worden. Geweldige tackle. Er is geen voorbijkomen aan. Moet je dat zien? Jill Stott. De keeper redt op fenomenale wijze. Nou, ze staat geweldig te keeper vandaag. Volgens mij zat de tegenstanders de moed in de schoenen. Engeland gaat wisselen. Nee, die corner is niet goed. Balbezit voor de tegenstander. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Maakt zich wel. Step Houghton. Met zo'n kopballetje verras je deze keeper zeker niet. Nee, die zal nog niet echt wakker liggen van zulke pogingen. Casey Stoney. En nu scoren. Die bal zit er heerlijk in, laag in de hoek. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Het is al lang gelopen natuurlijk, maar toch blijven ze maar doorgaan. Ze hebben flink aan hun doelsaldo gewerkt, ja. En dat kan natuurlijk nog zeer belangrijk zijn. We krijgen maar liefst 4 minuten blessuretijd. Alex Greenwood. Wie weet levert dit een kans op. Wat een waanzinnig schot. De keeper pakt de bal klem vast, waar bezweken. Sherida spitsen. Kans om te schieten. En in plaats van in het net, belandt de bal in het publiek. Ja, het scheelt niet veel hoor, Evert. Het schot was zeker niet zo slecht. Maar het schort een klein beetje aan de richting.
Het is einde wedstrijd. De overwinning gaat naar de Oranje Leeuwinnen. Nou, dit vriendschappelijk potje was in elk geval een succes. De spelers en de staf hebben genoeg gezien om er goed op voor te kunnen borduren. Ja, het was zeker nuttig. En ook nog eens leuk om naar te kijken, vond ik.